Het werden 13 NWR-hengsten aangeleverd voor het verrichtingsonderzoek 2014. En vandaag, 19 april, is het zover. Het examen hier op de Nieuwe Heuvel in Lunteren. We gaan beginnen met het examen van het verrichtingsonderzoek van de NWPCS hier in de Nieuwe Heuvel in Lunteren. Het is afgeladen vol in vergelijking met het aanleveren van de hengsten. Ontzettend veel publiek vandaag op afgekomen. En we gaan kijken naar 6 hengsten die hier het volledige onderzoek hebben afgelegd. En eentje komt terug en dan heb ik het over King William. Hij heeft 5 dagen van het onderzoek afgelegd. En Spike Bos Dickens van de eigenaar Gebroeder Sloof zal helaas niet worden tentoongesteld hier aan het publiek. Omdat de pony helaas een virus heeft opgelopen hier. En dus op dit moment eigenlijk een beetje te ziek is om hier te kunnen optreden zoals we van hem gewend zijn. Dus dat gaan we dan ook niet doen. We gaan kijken naar de eerste 2 combinaties. Naar de eerste 2 hengsten. Veenstra's Grapjas en Heidehofs Dilano. Ik ga ze zo dadelijk aan u voorstellen. We gaan beginnen met de bruine hengst. Is catalogus nummer 21, Heidehofs Dilano. In eigendom van de JK Stables uit Tolbert. Ontzettend spannende situatie hier voor de jonge hengsten natuurlijk. Afgeladen vol hier het publiek. Het is toch in één keer een hele andere situatie als wat ze gewend zijn in de trainingen. En dan zal ik de Palomino even aan u voorstellen. Dat is catalogus nummer 16. Veenstra's Grapjas. En die is een eigendom van de familie Veenstra. Uit Nuis. U ziet nu dus in beeld Veenstra's Grapjas, hier tijdens het examen van het verrichtingsonderzoek in Lunteren.
gereden door de Amazones van de Nieuwe Heuvel zelf, die ze ook gedurende het verrichtingsonderzoek hebben gereden. De bruine pony Dilano heeft er veel zin in. Het zijn hele jonge hengsten, 3 jaar oud. Hebben hier sinds 17 maart gestaan voor dit onderzoek. En worden hier dus voorgesteld opnieuw aan de jury. Om het examen af te leggen. Ze worden beoordeeld op verschillende punten. Waaronder de stap, draf en de galop. Maar ook de dressuuraanleg en de springaanleg. En natuurlijk uiteindelijk het karakter, stalgedrag en geschiktheid als sportpony. Diegene met het hoogste aantal punten vandaag gehaald zal uiteindelijk gekroond worden tot verrichtingskampioen.
U kijkt naar het examen van het verrichtingsonderzoek van de NWPCS. We zien twee ponies in de baan. Catalogus nummer 16 en catalogus nummer 21. Catalogus nummer 16 is de Palomino. Dan heb ik het over Veenstra's Grapjas. In eigendom van Veenstra uit Nuis. Catalogus nummer 21 is Heideros Dilano. In eigendom van J.K. Stables uit Tolbert. Thank you.
Naar het examen verrichtingsonderzoek van de NWPCS met als catalogus nummer 16 Veenstra's Grapjas de Palomino en catalogus nummer 21 Heideroos Dilano en dat is de bruine hengst. Twee ponies zijn in de baan gekomen hier tijdens het examen van het verrichtingsonderzoek. De pony hier vooraan die nu in beeld is, dat is Willem. Rijdt eigenlijk achteraan. Willem van stoeterij Turfhorst. In eigendom natuurlijk ook van stoeterij Turfhorst. Van Erik Koele uit Wezep.
En dan gaan we even door naar die andere pony. En dat is DGR Alwin van TH Doma uit Niebert. Kijk naar de twee hengsten, Alwin en Willem.
dit moment in beeld Alwin. De zwarte pony achterin de manege. En dan de bruine is Willem. Thank you.
Catalogus nummer 17 is de zwarte en catalogus nummer 20 is Willem, de donkerbruine pony.
Dat was de tweede groep hengsten. We hebben er inmiddels 4 gezien. Nog 3 te gaan, nog een groepje van 2 en dan uiteindelijk King William. Die zich opnieuw gaat tonen nadat hij 5 dagen hier is geweest. En weer naar huis mocht omdat deze hengst natuurlijk al wat ouder is. En inmiddels al zet dressuur loopt. We zijn zo bij het terug met de volgende 2 hengsten. Inmiddels zijn de volgende 2 hengsten gearriveerd. Dan hebben we het over kooihuster Melle van L. Roeters uit Schildwolde en Stierwolders Vip van stal Brouwer uit Tolbert.
Op dit moment kijkt u naar de gids wat Stier Wolders Vip van Stalbrouwer uit Tobbert. En dan nu voor zijn eerste sprongetje Kooihusters Melle van L. Roeters uit Schildwolde. Thank you.
U heeft gekeken naar het examen van Kooihusters Melle en Steerwolders Vip hier in de Nieuwe Heuvel in Lunteren. Nog één hengst te gaan. We gaan kijken naar iets unieks. We gaan kijken naar Velens. Het is voor het eerst dit jaar. En dit zijn allemaal nakomelingen van hengst King William.
We kijken nu dus naar het hiernakomende van Hengst Kim William. Dit waren de nakomelingen van Hengst King William. En aan de afsluiting van het verenigingsonderzoek 2014 toegekomen. En alle Hengsten die we nu het samen hebben gezien, zien we nu aan de hand. En dat geeft ook nog even een ander beeld, want we hebben ze natuurlijk over van gehoord, zoals we dat weten. Centrale Hengstse keuring werden aangewezen voor het verenigingsonderzoek. En ik hoop de Hengsten heel beter doen. Voordat ik dat ga doen, wil ik wel de volgende toelichting nog geven. Want we zien inderdaad niet alle hengsten die in het verenigingsonderzoek zitten. We missen er één, dat is Spectrum Dickens, die om gezondheidsredenen niet de laatste dagen van onderzoek heeft getraind geweest. En daarvoor is een uitgesteld onderzoek geregeld. We bekijken wat dat dan in de tweede maart is. Al die informatie bij elkaar bepaalt
zwarte hengst die mooi in het olievel staat. Dan Willem, de mooie bruine zoon van Sarah, die de spannend vond vandaag. Maar we hebben hier een onderzoek als een hele betrouwbare dergelijke hengst hebben we ervaren. Voor hem was het een beetje spannend vandaag. Maar je zult aan de punten zo meteen horen dat de hengst is met veel sportkwaliteit. Dan Vin, een oude bekende, heeft al zo'n 3 jaar het onderzoek niet kunnen afmaken en is het wel weer dat we een nieuw hebben kunnen aanwijzen. Natuurlijk is hij 2 jaar ouder dan de anderen, maar ook dat hebben we in de voordeling kunnen meenemen. Dan Ben, een hele mooie, technische, fantastische geest waar we heel tevreden mee zijn. Dat is goed voor de bloedvoering die we krijgen in de NWR. Ondanks een bloed erbij in de vorm van King Willy. Nou, dan hebben we kort van de hengste doorgelopen. En gaan we beginnen met de punten. Waarbij ik meteen vertrok dat het bestuur ons advies om alle hengsten in het hoofdstam van het NWR in te schrijven heeft overgenomen. Toevoeging aan de collectie 2004, behalve waar het dikkens betreft. Zoals u zei, alle hengsten die op dit moment in de rondstappen en die we ook vandaag onder het zadel hebben gezien. Plus ja, voor het stamboek. Dat is het punt in de regering, ons dan zien we straks een afgekomen en begeleiders. Maar een rondje door even af en dan stellen we grapje als eerste op. De hengsten worden nu opgesteld om punten bekend te maken van het verrichtingsonderzoek. Stellen we een rondje op die we gaan punten, of punten bekend gaan maken. En deze kan dan blijven opstappen. Dan hebben we het beeld nu op grapjas. Door een kleine motorijtje cocktail hebben we de volgende punten gegeven voor stap 7,5. Grap 8, kroon 8, dressuur aanleiding 8, spring aanleiding 8, karakter 9, stalgrap 9, geschiktheid als sportkoning 8. Grap 8 is een hele mooie oorlogsbody. Waarvan we hebben kunnen horen dat een hele mooie punten heeft in basisschappen en zowel in het springen als in de zuuraanleiding fantastisch punten scoort. Dan de goede race Alwin. Wordt je wel aan meeschrijven. De punten en op de rapporten zullen snel op dit weekend op de site van ons stad bekend worden gemaakt. Dus daar vindt u dan meteen op de inhoud van de rapportage de punten mee terug. Alwin de Rozeur 10 voor stap 9, graf 7,5, galop 8,5, dressuur aanleg 8,5, spring aanleg 7, karakter 8, stalgedrag 8,5, geschiktheid als sportkoning 8. Alwin is een koning die meer kwaliteit in de dressuurrichting heeft dan de springrichting, maar ook daar is nog steeds ruim. Willem voor stappen 7, draf 7, galop 7,5, dressuuraanleg 7, inhaling van Willem 8, karakter 7, stalgedrag 8, geschiktheid als sportkoning 7,5. Stap 8,5.
Juryleden geven aan dat ze heel blij zijn met de kwaliteit die dit jaar getoond is. Ondanks de gigantische groep wat uiteindelijk doorverwezen was vanuit Ermelo, 13 stuks. En daar worden er uiteindelijk 7 van goedgekeurd. Er kan nog een 8e bij komen, dat ligt er even aan wat er met Dickens gebeurt. Helaas ziek, waardoor vandaag dus niet aanwezig. We zijn er al voor.
dan zie je dat natuurlijk ook heel apart in het programma gebeurt. Dan ben je Johan Hamminga, ook bedankt omdat hij voor de laatste jaren dit werk heeft gedaan. Met Vaan Pompen, de trainingleider, kunnen we wel zeggen. We hebben je even gesproken bij het aanleveren.
Uiteindelijk zijn er dus hier 6 hengsten plus King William dan goedgekeurd. Hoe is het gegaan de afgelopen maand? Door elkaar eigenlijk goed genoeg. In het begin ging het natuurlijk gelijk een dag of 10 gingen er een stuk of 5 ponies uit. Was dat verrassend? Nee, oké, je moet dan op een gegeven moment... het is gewoon zo, de betere die blijven en de mindere ponies waar we eigenlijk meer van verwachten, maar die toch op dat moment niet laten zien. Die worden dan, die moeten dan eruit, zeg maar. En dan gaan we met die anderen verder. En door elkaar eigenlijk goed. Ze hebben natuurlijk, de ene dag zijn ze wat beter. Het zijn natuurlijk 3-jarige ponies. Het zijn baby's, dus . Wat vond je van de kwaliteit van dit jaar, ondanks dat er zoveel zijn doorgestuurd vanuit Ermelo? Ik denk dat de kwaliteit door elkaar gemiddeld goed is. Ik vond dat we dus betere springponies hadden dan de andere jaren. Maar er waren er ook een paar bij die wel ponies zijn die op een gegeven moment wel een ruiter nodig hebben. Die dus wel een ruiter nodig hebben die de pony aan kan. Zitten ponies bij met flink karakter erin, zeg maar? Ja, precies. Ja, dat bedoel ik. Dus die wel een goede ruiter moeten hebben, want anders komt het niet goed, denk ik. Hoe gingen de trainingen op zich? Is alles vlekloos verlopen? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Door elkaar. De ponies hebben zich goed ontwikkeld. En ponies met goede bewegingen. En door elkaar goede gemiddelde ponies die allround zijn. Ja. Bedankt voor je tijd. Graag gedaan. Dit is zo moeilijk. Nog een rondje voor de fokkers, om het even zo te zeggen. Verrichtingstopper is dus geworden VIP met de meeste punten die hij gehaald heeft. Zoals u net ook al kon horen. Ik sta met Larissa, een van de Amazones van de ponies. Om te beginnen, is dit je eerste jaar? Ja, dit is mijn eerste jaar. Ik heb vorig jaar bij het KWPN de hengsten gedaan en de merries. En nu werd ik hiervoor gevraagd. Hoe vond je het gaan? Ja, heel leuk. Heel leuk. Ja, je leert er heel veel van. En het zijn hele leuke ponies om mee te werken. Heel fijn allemaal. Ja. Wat vond je zo vandaag van het examen? Er waren een paar bij waarvan Faan zei, dat hebben ze nog nooit gedaan. Ja, klopt. Ja, er waren wel een paar die echt het allemaal heel spannend vonden. Maar ze hebben natuurlijk ook nog nooit zoveel mensen gezien. En ja, het was wel anders dan normaal. Maar ja, over het algemeen hebben ze toch goed hun best gedaan. Wat was jouw persoonlijke favoriet? Melle. Die heb je ook zien voorbrengen als het goed is, toch? Die heb je gereden. Ja. Waarom was hij jouw favoriet? Ja, hij veranderde heel erg, die pony. In het begin was het echt een bang ponytje. En nu is het echt een durfal. En ja, heel fijn ding. Wil heel fijn voor je werken. En hele fijne pony. Gaan we je volgend jaar weer terugzien? Ik hoop het wel, ja. Ja, als ze me gaan vragen ervoor, dan als ik tijd heb, dan ga ik dat zeker doen. Bedankt voor je tijd. Dit was het alweer, het verrichtingsonderzoek 2014 van de NWPCS voor de NWR Hengsten. Er zijn dus 6 goedgekeurd, King William er natuurlijk bij, in totaal 7. En wat Dickens gaat doen, dat weten we volgende week pas, want deze pony was helaas nog niet fit genoeg om het examen af te leggen. Over het algemeen een hele tevreden jury en een hele tevreden trainer-leider en een goed resultaat uiteindelijk. Bedankt voor het kijken, ik zie u graag de volgende keer weer.